Ik ben in 2015 in aanraking gekomen met Unscared CrossFit. En dat kwam omdat ik via via hoorde dat zij nog een coach zochten. Toen heb ik een gesprekje gehad met Willem en dat was heel ongemakkelijk. Ik was nog heel erg verlegen of zo en ik zat ook echt zo van, ja, ik wil wel hier komen coachen, denk ik. Dus toen uiteindelijk heeft hij het aangedurfd om mij een stagetraject aan te bieden. Dus toen heb ik daar 12 weken stage gelopen. En toen ben ik in 1 april 2016 ben ik officieel coach geworden bij Unscared. Ja, ik vond sowieso liften het leukst. Ik had toen ik eigenlijk met CrossFit begon ook voornamelijk gefocust op liften. Want ik dacht eigenlijk dat dat het belangrijkste was. En ik vond het ook gewoon super leuk. Ja, in 2017 had ik contact gehad met de Nederlandse Gewichtheffbond om naar Qatar te gaan om Nederland te vertegenwoordigen. En toen dacht ik, ja, dan is het wel een goed moment om alleen maar op weightlifting te focussen. Toen merkte ik wel dat ik alleen maar liften op zich wel leuk vond, maar toen had ik best wel veel druk op mezelf gelegd, omdat ik van mezelf per se moest presteren als ik naar Qatar zou gaan, omdat dat echt een kans was. En toen uiteindelijk dacht ik van, nou, voelde ik me toch niet helemaal happy met alleen het liften. Dus toen ben ik weer terug gaan naar CrossFit. En toen ben ik eigenlijk alleen maar op gymnastics en conditioning gaan focussen, want met liften, hè, daar haalde ik toch meestal wel top 5 of top 10 of zo. Dus dacht ik, nou, daar hoef ik niet heel veel meer aan te doen. En toen was ik daarmee bezig, dacht ik, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Want weightlifting vind ik het allerleukste. En dan schuif ik dat eigenlijk opzij, omdat ik van mezelf per se gymnastics en conditioning moet doen. Dus toen had ik vorig jaar weer eens contact met de bond en toen vroegen zij mij ook van, lijkt het je wat om meer wedstrijden in weightlifting te gaan doen, kans te maken om naar het EK te gaan en om eventueel deel uit te maken van Team NL? En toen zei ik van, nou, dat lijkt me heel vet. En toen zeiden zij van, nou, je moet zelf weten of je dat wilt doen met gewoon nog steeds focus op CrossFit. Ja. En proberen zo nog beter te worden in liften. Of dat je zegt van, hé, ik stop met CrossFit en ik ga alleen maar weightliften. Dus toen ben ik eigenlijk echt gaan nadenken van, wat wil ik? Toen heb ik nog 1 CrossFit wedstrijd gedaan in april. Dus daarna raakte ik een beetje met hun in gesprek. En toen dacht ik van, ja, ik ga alleen maar liften. Ik heb in eerste een tijd voor mij geprogrammeerd. Toen we op een gegeven moment een relatie kregen, merkte ik van, als ik in dingen echt geen zin had. En dan is het voor hem natuurlijk ook lastig om te zeggen, ja, maar je moet het doen of iets dergelijks. Dus toen had ik met hem overlegd van, wat is het meest handig? Kan ik beter iemand anders benaderen? Jury programmeert nu voor mij. Maar Kevin is er bijna altijd bij met trainingen. Dus die is wel degene die mij tips geeft voor elke training. Wat ik vooral heel vet vond, laatste NK, dus in januari, dat Jury en Kevin er allebei waren. En dat Jury voornamelijk bezig was met welke lift moet ik op welk moment doen en welk gewicht. En Kevin was ondertussen bezig met nummers doorgeven en wanneer ik aan de beurt was en dat soort dingen. Dus de samenwerking was echt supergoed. Ze noemen zichzelf ook de Denk Tank.